Isabel. We zijn nu bezig om geaccrediteerd te raken. Dat is ons volgende doel. Dan hebben we 100 leden nodig en een eigen veld. Dan kunnen we competitie gaan spelen. In de serie CityLab 010, dromers, denkers en doeners van Rotterdam, duiken we dieper in verschillende toffe en innovatieve projecten in de stad. Wat wij doen is dingen maken, verbouwen, bouwen, zoals deze hackerspace op zichzelf. En ik denk dat dat eigenlijk wel de general purpose is van een hackerspace. Ben jij benieuwd op welke manier er wordt gewerkt aan de stad van morgen? Kijk dan elke dinsdag na 0:10 uur naar de verschillende CityLab initiatieven op Open Rotterdam op tv. Rond 6:15 en elk uur daarna.